De tweede bocht die we tegenkomen is de Gerlachbocht. Hier ligt hij achter me. Vernoemd naar dokter Gerlach, in 1957 hier verongelukt. Het is een hele mooie bocht, een hele uitdagende bocht. Hij is tegenwoordig ietsje breder gemaakt, maar hij is spannend vooral omdat er heel weinig uitloop is. Ik heb hier zelf alles in de bandenstapels gestaan en ja, als je hier net te hard inging, dan lag je echt altijd daarachter helemaal tegen de banden aan. Nu is hij dus wat wijder ook geworden bij de uitgang, dus je hebt iets meer ruimte om een foutje te maken. Er ligt tegenwoordig grind, ietsje veiliger dan vroeger. Hier worden ook vaak de gemaakte inhaalacties van de Tarzanbocht nog afgemaakt, want je komt vaak naast elkaar uit de Tarzanbocht en hier kun je hem dan nog net voorgooien of erachter blijven.